Het thema van dit ICT-café is de zorg ontzorgd met ICT. Het is een van de belangrijkste vragen voor de komende jaren. ICT zal een hele grote rol spelen in de veranderingen van de zorg in Nederland. En die veranderingen die gaan daarover dat datgene wat de professionals nu doen, de ziekenhuizen, de huisartsen, de fysiotherapeuten, de logopedisten, dat eigenlijk steeds sterker aangevuld moet worden met de dingen die burgers zelf doen. We gaan naar een participatiesamenleving waarin burgers eigen regie moeten hebben en eigen verantwoordelijkheid moeten tonen. Maar ook op het gebied van zorg. Daarvoor zullen burgers steeds meer ICT gaan gebruiken. Om vitale registraties te doen, hè, dus bloeddruk, hartslag, ademhaling, het aantal stappen dat je per dag zet. Of om te weten of je actief bent, of hoe actief je bent. Wat je eet per dag, wat het verloop is als je een chronische ziekte hebt van de dingen die je doet naar aanleiding van medicijnen die je gebruikt. Er is een heel scala aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT die de komende jaren heel erg belangrijk worden om die verandering van de zorgsector te ondersteunen. Wat moeten we daarvoor doen? Ja, we moeten eigenlijk elkaar vinden. Dat betekent dat leveranciers met goede ideeën voor nieuwe applicaties, professionals die heel graag nieuwe applicaties zouden willen gebruiken of dat eens willen uittesten, en burgers die heel veel behoefte hebben aan kijken naar wat digitale middelen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van hun leven, die moeten elkaar vinden. En het ICT-café is eigenlijk bij uitstek die plek. De gemeente heeft al enkele jaren ICT-cafés gehouden om steeds weer die ontmoeting te stimuleren. En die ontmoeting ontstaat eigenlijk in het hart van die nieuwe digitale ontwikkelingen voor de zorg. Dus ik hoop dat ik u daar mag ontmoeten.